kwaad gezien, maar terecht denk ik. Hè. Ik ben ook nu vaak zo kwaad geweest, dus ja. Oliver Naas, ik heb een vriendelijke jongen zoals jij nog nooit zo kwaad gezien, maar terecht denk ik. Hè. Ik ben ook nu vaak zo kwaad geweest, dus ja. Je hebt de beelden gezien, we beginnen rechts te sprinten. Ik ga er schoon over, allee, ja, redelijk vlot denk ik toch wel. En dan rijdt hij me echt tot gewoon in de hekjes. Dat ik moet stoppen met trappen en al mijn skills bovenal om niet te crashen. Dus ja, echt gewoon krapjeloos. Je zat echt in de goten. Ja, het lag er nog zo'n betonblokje ook op de meet. Belachelijk. Hoe kan dat dan dat de jury zoiets beslist? Want inderdaad, je ziet Groenewegen vertrekken, iets over de andere kant van het midden. En dan neemt hij jou mee en voelt jou komen. Dat is een beetje een logische reactie van een sprinter tot daar aan toe. Maar wat er dan gebeurt is wel raar. Je kunt een beetje de deur toe doen voor met te doen afhouden. Maar als je voelt van, ja, hij komt recht over, dan als je een beetje coureur zit of een beetje klas hebt, dan houd je gewoon je lijn. Maar ja, dat de jury dat goed laat, ja, wat is de reden daarvan? Is er niks van kennis zeker, ik weet niet. En vriendschap met Groenewegen, dat is ver weg nu. Ik vond het zo onachterlijk en nu vind ik het helemaal in depth.